Ik was het niet meer, hè. Ik ben Sam Ababadi. Ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren in Sierra Leone. Ik kwam hier naartoe met mijn moeder toen ik 4 was. Hier dus praktisch gezien opgegroeid. Ik ben zaakwaarnemer, fulltime. En daarbij ben ik toch ook gewoon broer, man in huis en eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Ja, ik ben Isaac Babadi, 17 jaar. Ik ben een voetballer. Eerste speelminuten. Isaac Babadi komt in de ploeg en die is 16. Daar leef ik vol voor en die steun krijg ik vanuit mijn broer. Mijn broer is er zeg maar altijd al geweest. Is echt mijn houvast, zeg maar. En zo erg dat ik zelfs niet doorhad wat hij eigenlijk voor mij liet. En dat het eigenlijk gewoon normaal werd, zeg maar. Automatisch dat ik merkte van, ja, als er iets is, kan ik bij hem zijn. Als er iets is, is hij er zelfs al. Hoef ik niet eens daarover wat te vragen of zeggen. Dus dat ging allemaal vanzelf. Tot op een dag dat ik besefte van, yo, hoe gaat het eigenlijk met jou, zeg maar. En toen besefte ik van ja, dit soort dingen heeft hij gelaten, links, rechts, dingen gelaten voor mij. En toen besefte ik van ja, ik moet nu 2 keer zo hard en dat ben ik toen ook gegaan. Opgegroeid zonder vader, ik heb dat nooit echt gehad dat ik iets per se miste in het begin dan. Want ja, wat ik zeg, de enige die ik kende was mijn ma. Zij was dus mijn vader en moeder. Later, en dat besefte ik zelf pas, toen we een keer in de kerkdienst. Dus de pastoor leek alsof hij echt tegen mij sprak. En het eerste wat hij zei, hij pakte mij gelijk vast. En ik dacht, oké. En toen zei hij gewoon van, ja, ik weet dat jij dit niet meemaakt. Dat gevoel wat je hebt met, waarom heb je al jouw vrienden wel een vader en een moeder en jij niet? En toen hij die woorden zei, ik weet niet wat er gebeurde. Ik wilde niet eens huilen, maar ineens, het kwam gewoon. Tranen kwamen gewoon en ik dacht, hé. En toen dacht ik mezelf, hé, ja, ik mis eigenlijk wel een vadertype. Een vaderrol, iemand die mij gewoon, die mij de weg naartoe kan wijzen. En van dat moment dacht ik van, weet je wat, step up. Jij bent gewoon een man in huis, you gotta do it. Dus ik zei, ja, wat wil je? Naar Ajax of naar PSV? Ze komen beide en, weet je, niet veel jongens kunnen die keuze maken. Wat ga je dus doen? En hij zei toen van, ja, weet je, het is er, het gevoel bij je met Rini is er al. Ik heb al een warm gevoel met PSV. Ja, waarom niet? Ja, ging naar PSV toen. En op dat moment besefte ik van, oké, nu moet ik alles loslaten. En misschien is het misschien gek om te denken van, nee, je kon zelf doorvoetballen en doorgaan. Maar toen liet ik alles los van, oké, hij heeft mij nu meer dan ooit nodig. Want ik heb me wel hierop voorbereid, maar dit is nu die volgende stap van, oké, nu moet je erbij zijn. Niet alleen maar van tevoren even een appje sturen of thuis praten. Nee, erbij zijn. Volg hem gewoon. Geef maar gewoon even jouw carrière even op. En ja, school, oké, wanneer je tijd hebt, ga je naar school toe. Dus dat was wel een grote keuze. Dat deed me wel een beetje pijn ook. Dus jij vond dat als je een 8 had gespeeld, als je dat had gescoord? Een 8. Ja, de winnende zin. Oh man, bro. Die goal zou jouw spel van wat jij moet laten zien, zou dat gewoon gered hebben eigenlijk. Bro, op jouw positie, wat jij staat, moet je zo proberen, zo bijna geen balverlies te leiden. Dan wel of geen zin hebt, maar gewoon zo min mogelijk balverlies leiden. En je moet die jongens mee gaan nemen. Als een leider, als je terugkomt van daar, mensen wachten sowieso dingen van je. Je moet ook van jezelf verwachten. Ik ben nu terug, ik ben dit niet voor allang ontstegen. Ik moet gewoon minimaal een ding spelen. Als je hele week met jong traint en die boys daar hebben gewoon al. Zitten gewoon een aantal boys die gewoon bij met 1 mee trainen. En jij krijgt dat niet voor gewoon mee. En je komt met onder 18 mee te spelen. Maar dan moet je al veel meer laten zien dan wat je dus nu gedaan hebt. En dan kan je niet zelf van 7 geven. Dan moet je nog kritisch zijn. Maar onder 18 is geen eerste. Staat er in van 1 zal kijken naar jou vandaag, wat zou je dan denken? Zou je ook een 7 meegeven? Oh man. Ik zou je nu zeggen, iemand die voor het eerst kijkt. Toen ik binnen zat in de kantine, boys die kwamen binnen, zeiden ze gelijk 3. Drie boys, want die kende je waarschijnlijk al, die weten gewoon van hoe het spel was. Ze zeiden gelijk al, ja, die spitta doet niks man. Ice heeft ook nog niks laten zien man. En die anderen ook nog wel anders spelen. Ik vind matig, weet je, hoe PSV laat zien. No, matig. No, niet per se de pannen zullen zien.
Wat wij bedoelen is, als wij met jou naar Cruijff gaan, die ijs die daar staat, is een presence, een karakter. Hij staat er, het veld is van hem. Alles opeisen, zowel aan de bal als zonder bal. Dus jij trekt de bal naar je toe, jij dirigeert alles. Jouw team scoort niet zonder dat jij erbij betrokken bent. En als ze scoren zonder dat jij erbij betrokken bent, dan ben je boos. Het gevoel wat ik had, wil ik niet dat hij dat heeft. En of ik dan dingen moet opofferen, links en rechts om. Als er iets was wat hij wilde, gaf ik het aan hem. Als hij iets nodig had, ben ik er. Heeft hij een wedstrijd, ga ik er naartoe. Gaan we erover praten, dan is hij er. Dus die dingen die jij als jongen gewoon wilt leren, dat ben ik hem gewoon bij te brengen. Het is soms wel lastig, dat moet ik wel zeggen. Maar ik probeer gewoon wel zo echt mijn best te doen om hem daarvoor te zijn. Heb je chocola daar? Dat kan niet. Dat is goed, man. Goed, heel goed. Als mensen discussie willen, jullie weten waar jullie moeten zijn. Stuur maar die labtekst. Kom. Ik wil gewoon iedereen bedanken. Bedankt, iedereen één voor één die hier is. Ik kan alle namen wel noemen, maar dat duurt wel even. Dus bij deze gewoon dankjewel. Dankjewel iedereen. Bodyguard. Zeker niet. Stony. Nee, maar boys, serieus, ik ben heel erg wat dankbaar gewoon dat jullie weer hier zijn. Zoals jullie weten, vorig jaar was het ongeveer hetzelfde. We vierden toen het ding met Isaac, ons verjaardag, dat ook toen getekend had. We zijn nu weer een jaar verder en nog steeds dezelfde gezichten. Dus ik ben gewoon blij en dankbaar, want ja, iedereen heeft eigen bijdrage geleverd aan het proces van dit allemaal. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. In de gloria. Ben ik toch wel een beetje bang om hem toch los te laten en om een toekomst te zien in die uit elkaar, snap je? Dus dat proces van oké, je bent naar de wedstrijd toe gegaan, oké, hoe laat ik mee spelen? Daar zijn supporting IB-team, VS, wat voor club dan ook. Hè? Dus dat stukje ding weer niet meemaken. Ik heb het nog niet helemaal voorgesteld, maar dat is toch echt wat ik wel beetje toch wel, ja, bang voor ben om het los te laten. En ja, toch een toekomst die je liever niet wil zien. Maar ik moet maar kijken hoe dat gaat. Misschien hoef ik nergens bang voor te zijn. Gaat het gewoon vanzelf wel? Oh, het gebeurt gewoon. Hij groeit, hij wordt volwassenen. Ik ben nog steeds met hem. Dan ben ik weer hier. Dan ben ik daar. Dan moet ik hier naartoe vliegen. Of ik kijk daar een wedstrijd. Meet ik hem toch wel weer. Maar het is toch wel iets dat je denkt van, shit, ja, hè? Loslaten. Is die afstand dan is dan te ver. Dus ja, je moet maar zien wat de toekomst brengt. Maar het is toch wel iets dat ik denk, nou, liever niet. Icy, baby bent icy, speelt op die net barbarie. Oeh,
Jantje op mijn money, yeah, 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 yeah. Jantje van Zuidja, stop met zoeken, ik ben hier, mama. Ik ben je love dealer. Wat de deal, wat is nieuw, zeg me, en ik ben daar. Ik ben van de straat, van de vaart, als het nu gaat om saaf. Hey, wat de deal, wat is nieuw, zeg me, en ik ben daar. Ik ben van de straat, van de vaart, als het nu gaat om saaf. Hey, ik ben op zoek naar man met money.